Wij zijn opnieuw in atelier VO2 Max en deze keer met gast Dirk Sterks. Waarom doen we dat? Omdat Dirk Sterks ondertussen een stukje knokkenaar is en op de lijst staat van de gemeentebelangen. Dirk, welkom. Waarom doe je dat? De twee dingen. Eén, knokkenaar zijn en twee, op de lijst staan van de gemeentebelangen. Ja, ik ben hier beland sinds enkele jaren, dus aangespoeld, zoals zoveel. Mijn eerste vrouw is overleden. Ik heb gelukkig iemand gevonden, een nieuw iemand gevonden in mijn leven, die hier woont en die hier ook niet weg wou. En dus stond ik voor een zeer gemakkelijke keuze. Dus ik ben naar hier verhuisd een jaar of 4, 5 geleden en mij hier gevestigd. En dan heeft de partij vond, ik ben op pensioen, dus dan vond de partij dat ik, de Open VLD, het wel interessant om iemand van hier mee op de lijst te hebben. Zowel voor de Vlaamse verkiezingen van binnenkort, van in juni, als voor de lokale verkiezingen in oktober. Men heeft dus aan je mouw getrokken. Wel, ik had geen ambitie meer. Ik ben op pensioen, ik heb al een zekere leeftijd. Ik vind dat het bestuur ook aan jongere mensen is. Maar ik vind het wel interessant nu op dit moment om mijn engagement verder te zetten. Als je een engagement hebt en je zit in omstandigheden zoals nu, waarbij een aantal dingen bedreigd worden volgens mij, dan vind ik dat je engagement moet nemen. En daarom heb ik ja gezegd toen men mij vroeg bij Open VLD of ik zowel voor de Vlaamse verkiezingen als voor de lokale verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen hier in Knokke-Heist, om op de lijst te staan. Ik heb ja gezegd. Dan gaan we het over die lokale verkiezingen hebben. Ondertussen kennis gemaakt met de gemeentebelangen. Wat is daarvan de eerste indruk? Een eerste indruk is altijd belangrijk, denk ik dan. Een interessante ploeg, vind ik. Mensen die weten waar ze het over hebben, die goed aan elkaar hangt. Waar men, en we moeten daar niet flauw over doen, een verleden heeft. De voorbije jaren is Knokke-Heist een paar keer in het nieuws gekomen met zijn gemeentebestuur op een manier. Niet vrij. Ja, op een manier waar vragen bij zijn. Mijn eerste indruk was dat men dat verleden heeft opgelost, uitgezuiverd. Daar de gevolgen heeft de conclusies uit getrokken heeft. En ik zie een ploeg die weet waar ze mee bezig is. Die integer is. Die de problemen kent. En daar ook open over discussieert in die groep. Dus ik voelde mij daar ook onmiddellijk in opgenomen. Dus dat het zal natuurlijk anders zijn. Hè? Dus de vroegere gemeenteraadsverkiezingen hier, de voorbije 40 jaar, waren relatief eenvoudig. De vraag was, zal het 70%... Ze waren zelfs overbodig. Ja, zal het 70% of 72% of 68% of 69% zijn? Dat was de vraag. Terwijl nu kom je in een ander soort situatie terecht. Het overlijden van meneer Lippes heeft natuurlijk voor een heel andere situatie gezorgd. En het was voorspelbaar dat niet iedereen die loyaal was tegenover meneer Lippes, loyaal zou blijven tegenover zijn partij. Of het kartel dat hij gemaakt had. En daar zie je natuurlijk wie wel en wie niet. En we gaan naar een nieuw soort situatie waarbij toch een aantal lijsten naar de kiezer gaan met een heel andere soort opstelling dan voordien. Eerst nog even terug. Men zal waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, meer dan waarschijnlijk, ook tevreden zijn met iemand bij de gemeentebelangen te kunnen binnenhalen met de faam en de naam en de know-how van Dirk Sterks. Dat heeft men mij ook gezegd, dat ze heel tevreden waren dat iemand met mijn achtergrond aansloot. De Open VLD heeft mij ook gezegd van kijk, we vinden het goed dat je wil meedoen. Maar dat wil niet zeggen ik ben niet iemand die de hele geschiedenis kent, die alle details kent, die weet welke dingen zijn afgesproken of niet afgesproken bij de vorming van de coalitie bijvoorbeeld, bij de vorming van het kartel. Maar dat heeft niet zo heel veel belang. Ik vind dat je moet vooruitkijken naar wat er in de komende 6 jaar moet gebeuren, kan gebeuren en zal gebeuren als je de juiste mensen aan het bestuur zet. Dus ik denk dat daar mijn ondervinding een beetje kan tellen. En ik probeer vooral
zal ik het zeggen, vanuit mijn ervaring hier en daar zeggen van let op dit, let op dat. Ik denk bijvoorbeeld dat het geen gemakkelijke campagne zal zijn. Ik kan me inbeelden dat mensen van gemeentebelangen bij vorige campagnes in eenvoudigere omstandigheden campagne konden voeren. Dat de reacties op straat enzovoort ook anders zullen geweest zijn. Dus ik denk dat ik daar op dat punt van met een beetje meer afstand mijn bijdrage kan leveren aan het debat, aan de discussie over de campagne en over de inhoud. Is er iets inhoud, daar zeg ik het, is er iets bekend over de inhoud, het programma? Daar wordt volop aan gewerkt. Ik heb betrokken geweest bij een paar vergaderingen waar alle thema's overlopen werden. Waar dus alle verschillende punten, hoe zal ik het zeggen, bediscussieerd werden. Hoe gaan we verder, van waar komen we? En dat wordt nu uitgekookt, zal ik maar zeggen. Naar een bruikbare vorm teruggebracht met een aantal speerpunten. Dat zal binnenkort klaar zijn, neem ik aan. En ik heb daar aan de discussie meegedaan. Niet als kenner van de problemen van Knokke-Heist, maar wel als observator, als iemand die al wel een paar campagnes gedaan heeft. Hoor je dan een aantal dingen van, dat zint mij niet of dat vind ik toch niet kunnen? Nee, niet direct, nee. Maar vooral mijn voornaamste opmerking was van kijk, jullie hebben eigenlijk veel te veel. Er zijn zoveel punten dat je eigenlijk een boek maakt eerder dan een verkiezingsprogramma. Dus dat was de opmerking die ik heb proberen te maken en waar de mensen met ondervinding natuurlijk van zeggen, ja, maar dat komt nog. We gaan het nog terugbrengen tot een bruikbaar programma. En wat ik zie is dat daar zitten natuurlijk een aantal mensen in met veel ondervinding, die de zaken heel goed kennen, die naar mijn gevoel vanuit de juiste bezorgdheden vertrekken. Bezorgdheden die in Knokke-Heist niet anders zijn dan in andere gemeenten, maar wel scherper. Ik denk bijvoorbeeld aan betaalbaar wonen. Dus iets wat in heet hangijzer. Ja, en niet alleen hier. Dat is in heel Vlaanderen zo. Er zijn rapporten gemaakt en studies gemaakt onlangs nog. Waarbij men zegt van de bouwfederatie, die nu niet meer zo heet, maar ik kan niet onmiddellijk op de naam komen. De mensen van de bouwsector die zeggen van kijk, er moet meer aanbod komen. Dat is natuurlijk altijd een dubbele discussie. Waar ga je dan bouwen? Op welke manier ga je bouwen? Enzovoorts. Nu, hier is het probleem scherper, omdat de prijzen gemiddeld ook hoger liggen dan in de rest van Vlaanderen. Dus hoe doe je dat als bestuur? Je hebt als bestuur ook niet zo heel veel hefbomen in handen. Wat ik zie is dat deze gemeente alle hefbomen die ter beschikking zijn ook gebruikt om het probleem te proberen oplossen. Maar je kan, ik vind ook, zeker als liberaal, dat je niet kan zeggen, nu gaan wij als overheid dat voor u eens regelen. De overheid heeft daar de middelen niet voor. Ik denk ook dat je de mensen ook voor hun eigen verantwoordelijkheden moet zetten. Het is een goede zaak dat er bij elk bouwproject ook gedacht wordt aan betaalbaar wonen. Een manier om mensen met een kleiner budget ook te laten wonen op de plaats waar ze willen wonen. Maar ik heb altijd in de zuidrand van Antwerpen gewoond. En daar zie je in gemeentes als Hoven, maar ook Lint, Boeghout enzovoort, dat dus hetzelfde probleem zich voordoet. En dat men overal in Vlaanderen, omdat het zo'n druk bewoond gebied is, waar zoveel functies met elkaar moeten verzoend worden, zie je dat die problemen terugkomen. En ik vind dat de mensen hier hebben de neiging om te zeggen, het is hier erger. Het is hier niet erger dan ergens anders. Dat is duidelijk. De cijfers liggen wat anders, maar het probleem blijft hetzelfde. Voor jonge mensen is het moeilijk. Objectieven, wat zijn de objectieven? Heeft men die gesteld bij de gemeentebelangen? Daar willen we naartoe, dat willen wij halen. Ten eerste een veilige gemeente. Blijven en verder aan werken en verbeteren. Uw financiële toestand en uw begrotingsevenwicht behouden. Een evenwicht houden tussen mensen die
hier tweede verblijver zijn en mensen die hier vast wonen, dus de knokkenaar en de bezoeker, zal ik maar zeggen, of het nu een bezoeker is die hier op vakantie komt en geen tweede verblijf heeft, of mensen die hier op vakantie komen en een tweede verblijf hebben, daar moet een evenwicht, dat geeft speciale problemen en dat evenwicht moet behouden worden. En dan het ontwikkelen van het openbaar domein. Een van de dingen die mij opviel bij de discussies, is er moet in het kader van de gevolgen van klimaatverandering naar de kust gekeken worden. En de bescherming van die kust bekeken worden. En hoe combineer je dat met bijvoorbeeld alles wat nieuw moet gedaan worden aan de zeedijk? En daar zie ik allerhande interessante ideeën die in de komende jaren zullen moeten uitgewerkt worden. Voor alle kustgemeenten. Er zijn een paar voorbeelden van waar dat al aan de gang is. Maar hier in Knokke-Heist is dat... We hebben het langste stuk kust, de gemeente met het langste stuk kust. Je zal op een heel duurzame manier, waar ideeën over zijn, op een artistiek, architecturaal en qua inname van openbaar domein heel vindingrijke manier dingen kunnen doen hier die nuttig zijn, zowel voor de bewoner als voor de bezoeker, en waar je tegelijkertijd ook het geld zal moeten in toog houden. En dus het is een hele moeilijke knoop om te leggen, maar een heel interessante. Daarbij bijvoorbeeld het nieuwe casino, het nieuwe gebouw, waar ik de maquettes van gezien heb een tijd geleden, en wat ik heel mooi vind, geeft u ook de gelegenheid om dat, hoe zal ik zeggen, op te schalen, daar dingen te gebruiken waar Knokke voor beroemd is. Hè. Knokke is altijd al een stad geweest waar van alles gebeurde. Waar heel creatief omgegaan werd met de dingen die er waren. En ik denk dat de nieuwe zeedijk, niet alleen qua artistieke dingen, maar ook qua evenementen en zo, het nieuwe casino, de mogelijkheden biedt. Dat is nu één van de zaken die ik aanhaal. Er zijn de scholen, is een heel moeilijk dossier waaraan gewerkt moet worden, maar wat dus op een heel andere manier, op een heel andere manier met het openbaar domein en het openbaar belang moet omgegaan worden. Waar heel veel om te doen geweest is in de voorbije legislatuur, waar in de komende legislatuur een aantal dingen zullen moeten vastgezet worden die losgekomen waren, zal ik maar zeggen, en waar men op een andere manier moet mee en zal mee omgaan. Hè. Dus dat is duidelijk. Er zijn nog een aantal dingen die waar je op een minder spectaculaire manier dan op de zeedijk met het openbaar domein zal moeten omgaan. Vergroening van pleinen, het nieuwe sportstadion, de taille, dat moet herzien worden enzovoorts. Dat zijn zo dossiers waar ik van denk van ja, dat is toch wel een opdracht die je niet om het even wie geeft in de komende 6 jaar. Niet om het even wie, kan ook kandidaat zijn, denk ik dan. Zijn er ondertussen al 31? Ik denk dat we er bijna zijn. Nu, ik ben niet, dus het zijn de voorzitters van het kartel die zich daarmee bezighouden. Bij ons, bij Open VLD, bij de mensen van gemeentebelangen. En ik denk dat we er bijna zijn. Maar je hebt natuurlijk heel veel ondervinding en ernst bij de uitredenden. Dus mensen als Jan Borbee, Gerings enzovoort, zijn mensen die weten wat ze aan het doen zijn. Hè? De uitredende schepen, onze Nick Wenmakers, met Kathleen van der Hoofd in zijn rug. Dat zijn mensen die weten hoe het eraan toe gaat. Hè? Dus ik heb daar een aantal mensen ontmoet op de vergaderingen, die zeer goed weten waar ze mee bezig zijn. Beroepsernst, kennis van zaken. Kritische geest ook. De meeste voorwaarden zijn voldaan. Ja, maar ook mensen die niet zomaar zeggen van ik weet het. Die mee in discussie gaan, die waar je kan zeggen van ja, maar heb je daar al aan gedacht? Of zouden we niet vanuit die hoek ook eens kijken? En dan voel ik in die vergaderingen, ik zeg dat niet zoveel hoor, maar dan voel ik in die vergaderingen toch dat er geluisterd wordt, dat er voorstellen zijn waarover gediscussieerd wordt. Ik vind dat een open en interessante groep.
Tot slot, hoe hoog gokt men qua stemmenaantal? Geen idee. Men heeft dus geen objectief. Dat moeten we halen. 70%, hè. Dat is utopisch dan. Wel, ja, de omstandigheden zijn daar niet naar. Maar als je mij vraagt, waar mik je op? Dan zie ik ja op de vorige uitslag. Maar goed, dan ben je dan... Ik besef ook wel dat niet kan, dat je in een andere wereld terechtgekomen bent de voorbije 2 jaar. Maar zo hoog mogelijk. En als je het mij vraagt, om ervoor te zorgen dat Jan Borbee opnieuw het stuur in handen kan nemen en aan een ploeg kan beginnen. Ploeg kan beginnen, dus een ploeg is nodig, een kartel is nodig. Wat is de voorkeur? Ja, pas op. Ik zeg aan een ploeg kan beginnen, als het van mij afhangt, met een absolute meerderheid. Juist, maar daar hadden we het al over. Hè. Ik zal nog even zeggen, een kartel is noodzakelijk. Ja, pas op, een kartel hebben we, wat je bedoelt is welke coalitie maken. Dat bedoel ik, ja. Hè, dus, ik moet u eerlijk is er een voorkeur dan? Wel, ik moet u eerlijk zeggen, mijn kennis van de interne politiek hier in Knokke-Heist is te klein om daar een oordeel over uit te spreken. Ik durf dat niet zeggen. Maar daar, alles zal afhangen van wie hoeveel zetels haalt in de gemeenteraad. En wie is de grootste en met een nieuwe, met het nieuwe gemeentedecreet. Er is geen stemplicht. Het verandert enorm veel aan de omstandigheden waarin je campagne voert. En ik denk dat dat ook de invloed zal hebben op de uitslag. Ten tweede, je weet ook niet wie hoeveel zetels haalt. De grootste, de persoon met de meeste stemmen in de grootste delegatie in de gemeenteraad, die heeft het initiatief. En dat is het eerste wat moet beslist worden. En dat ligt in de handen van de kiezers. Wie geef je de meeste stemmen? Aan welke lijst? Want dat is degene die het stuur in de handen heeft in de weken en maanden na de verkiezingen. En ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat dat bij Jan in zeer goede handen zou zijn. Het wordt beslist boeiend. Absoluut, dat is zeker wel zo. En er moet nog eerst een campagne komen voor de nationale verkiezingen. Dat zal ook zijn invloed hebben. En dan komt er een campagne voor de lokale verkiezingen na de grote vakantie. En die zal belangrijk zijn. We kijken er naar uit. Dank u wel.